Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video het arrest van Geest en Nederlof. Het arrest speelt zich af in 1985. Van Geest was op zoek naar een nieuwe auto en kwam daarvoor bij Nederlof terecht. Hij koos voor een tweedehand Citroën. Hij heeft de auto goed bekeken en maakte een proefritje. De koopprijs van de tweedehand Citroën bedroeg nog net geen 8000 gulden. Valgeest had zijn oude auto ingerad, waardoor hij wat korting kreeg. Nederlof gaf bij aankoop een schriftelijke verklaring af waarop staat dat hij drie maanden garantie gaf op het draaiend gedeelte van de motorbak. Verder stond op de kwitantie vermeld dat de geleverde Citroën is gezien, brede en akkoord bevonden. Valgeest was blij met zijn nieuwe auto en vroeg een keuring aan bij de ANWB die een korte tijd later heeft plaatsgevonden. Tijdens de keuring blijkt echter dat de auto in matige staat verkeert. Door een schade zijn diverse delen vervangen, vervormd en niet sterk overgespoten. Hierdoor heeft de auto afwijkingen. De conclusie van de keuring luidde dat de auto in matige staat verkeert en dat de schade slecht hersteld is. Uiteraard was Van Geest, de koper, niet blij met dit feit. Het blijkt dus achteraf dat de auto betrokken is geweest bij een ernstige aanrijding. Eigenlijk bleek dat de auto totaal los te zijn verklaard door de verzekeringsmaatschappij. Deze reparatie is dus slecht hersteld met alle gevolgen van dien. Nederlof, de verkoper, was hiervan op de hoogte. Nu komt de vraag. Had de verkoper, Nederlof, in dit geval een mededelingsplicht? Oftewel had Nederlof van Geest moeten mededelen dat de auto betrokken was geweest bij een ongeval en dat deze dus hersteld is. In de casus komt het vraagstuk Dwaling om de hoek kijken. Het leerstuk Dwaling wordt besproken in artikel 228 van Burgerlijk Wetboek 6. Bij een overeenkomst heb je namelijk twee partijen betrokken, waarbij je van de ene partij mag verwachten dat zij je de juiste inlichtingen geeft, en van de andere partij mag verwachten dat deze zelf ook onderzoek doet voordat die een overeenkomst aangaat. De zogenaamde inlichtingenplicht versus onderzoeksplicht. Even terug naar de casus. Van Geest stelt dus dat Nederlof inlichting had moeten geven, terwijl Nederlof juist beweert dat Van Geest zelf onderzoek had moeten doen naar de tweedehands auto voordat hij deze besloot te kopen. In dit geval gaat de rechter afwegen wie er gelijk heeft. De Hoge Raad vindt het te kort door de bocht om een mededelingsplicht te verzaken omdat de andere partij geen onderzoek heeft gedaan. De Hoge Raad stelt in dit arrest dus dat de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht gaat. Nederlof had dus inlichtingen moeten geven in dit geval. Kortom, hoor je je wederpartij bepaalde inlichtingen te geven, maar geef je die informatie niet, dan kan de wederpartij de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling wanneer hij die overeenkomst niet zou hebben gesloten als hij wel op de hoogte zou zijn geweest. De wederpartij kan zich dus niet zomaar beroepen dat je zelf maar onderzoek had moeten doen. De mededelingsplicht gaat dus voor de onderzoeksplicht. Bedankt voor het bekijken van deze video. Abonneer op mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen van Begrijpbaar Recht.